Ja, de felicitaties voor de trainer van Feyenoord. Want ja, je moet het maar even doen inderdaad. Winnen in Tilburg een paar dagen na die wedstrijd in Istanbul. En dat gebeurt. Maakt jou dat alleen al vanwege die wetenschap een zeer tevreden mens nu? Ja, zeker. Als je natuurlijk teleurstelling hebt afgelopen donderdag met het verlies in de Europa League. En je hebt natuurlijk een reis erna vrijdag. Maar 2 dagen om te herstellen. Maar ik vond ons vandaag zeker de wil om te winnen, de focus en de frisheid en de fysiek stonden we er heel goed op. En ik denk dat de basis is voor dat we vandaag gewonnen hebben. Je zag dat die jongens de wedstrijd wilden winnen vanaf minuut 1. En dat is het allerbelangrijkste wat je in het team moet hebben. En dat hadden we vandaag. Geweldige goal, hè, die 1-0. Ja, super, super. Natuurlijk een goal uit het boekje. Bilal natuurlijk met zijn kwaliteit, zijn drijf naar voren, zijn actie voorzet. En ja, een goal uit het boekje, wat ik zeg. Heel blij dat we in die fase van de wedstrijd op voorsprong komen. En de tweede wordt gemaakt door Tapia. Zijn eerste in de Eredivisie voor Feyenoord dan. En dan zie je dat hele team het hem echt lijkt te gunnen. Want je ziet iedereen stralen en op hem duiken. Nee, dat is zeg maar de... Dan zie je echt dat je een team bent en ook Renato die niet veel speeltijd heeft gehad de afgelopen weken, maanden. En dat zo invult en dat hij de 2-0 maakt en je ziet de blijdschap van het team naar hem toe, maar ook voor het team. Ja, dat zijn natuurlijk momenten waarvoor je als team alleen maar sterker wordt. Ben jij kritisch op de kansen die Willem II nog krijgt op het moment dat jullie nalaten om misschien die tweede eerder te forceren? Want je houdt ze nog een beetje in leven zonder dat je echt in de grote problemen komt. Maar het had wat makkelijker gekund. Nou, wat je zegt, je zag ook dat we wat moeite hadden om druk te zetten voorin. Maar als we de bal dan in de tweede fase veroverden, lag er ook heel veel ruimte om daar gevaarlijk in te worden. En dat hebben we nagelaten om dat te doen. En in de tweede helft ziet ze dat wat opportunistischer gaan spelen met veel voorzetten. Ja, dan is dat gewoon af en toe valt die bal gewoon net goed voor een tegenstander. Maar ook in die momenten hebben we er gestaan. Had Bilal ook de kans van jou gekregen als Berghuis wel helemaal fit was geweest? Want die discussie komt wel een beetje op gang. Ja, die discussie is er natuurlijk altijd. Zeker vanuit de buitenkant en de media. Maar uiteindelijk ga je eigenlijk pas zaterdag naar je 11 werken. En ook gezien natuurlijk dat je een wedstrijd gespeeld hebt. Je weet niet hoe spelers eruit komen na de eerste of tweede dag. En bij Steven was het dan vrij snel duidelijk dat hij zondag niet zou halen. Jullie hebben de rust nu ook even nodig? Of is het ergens ook alweer hinderlijk omdat je nog steeds in die flow zit in de Eredivisie natuurlijk? Ja, ik denk dat het wel nodig is. Altijd natuurlijk niet voor iedereen, want dan gaan spelers spelen voor hun land. En we zijn geloof 10 of 11 spelers kwijt. Maar we zullen met de groep die blijft doorgaan. En er zijn nog wedstrijden te spelen. En we zullen ons klaarmaken, iedereen op zijn eigen manier, voor het derde blok. Eén ding nog, als we een paar maanden terug in de tijd gaan, zouden niet veel mensen op gerekend hebben dat Jan-Arie van der Heijden opeens weer basisspeler bij dit Feyenoord was. Wat heeft hij nou in zijn ontwikkeling specifiek gedaan, waardoor hij dat nu misschien meer is dan vorig seizoen? Nou, ik denk dat hij altijd hard is blijven werken en in zichzelf is blijven investeren. Ik denk dat hij het voorbeeld is van spelers die de laatste maanden niet veel speelminuten hebben gehad. Maar het moment dat het nodig is, dat ze er staan. En ik denk dat Jan-Arie dat heeft bewezen, hoe hij het heeft ingevuld en nog steeds invult. Dat hij doet het gewoon heel goed op dit moment. En daar ben ik heel blij om voor hem. En ook blij dat hij voor het team belangrijk is. Geldt het voor meer spelers dat je even die aanpassingstijd misschien nodig hebt als je naar Feyenoord komt? Nou, dat kan. Ja, dat kan. Iedereen heeft een tijd nodig om zich aan te passen bij zijn nieuwe team. En voor de ene is het al een paar maanden of helemaal niet. Anderen wat langer. Maar uiteindelijk denk ik dat hij brengt wat hij moet brengen.